Zo, wij zien hier in Meulen Nooit Gedacht in Meerselen. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillig Molenaars. En vandaag draaien wij omdat het 50-jarig bestaan van het Gilde. En tussen 11 en 12 uur, 9 april, proberen er zoveel mogelijk meulens te draaien in Nederland. Om een soort wereldrecord meulen draaien in Nederland te hebben. Zo'n 50 jaar geleden begon een groep jonge mannen die interesse hadden in het muldersvak. Die zagen dat alle meulens achteruit gingen, stil stonden. En eigenlijk dachten van, goh, dat erfgoed, dat moet eigenlijk toch weer gaan draaien. Zodoende is er een groep jongeren begonnen, mannen met name ook, die dat gilde van molenaars heeft opgericht, opleiding zien gaan maken. En op dit moment heeft het gilde een groot aantal leden die gediplomeerd zien of nog niet gediplomeerd zien of in opleiding zien. En iedereen die interesse heeft in meulens, die mocht zo'n opleiding volgen. Als je maar interesse hebt en een hart voor techniek, voor monumenten, voor de natuur en voor mensen om ons heen. Zo direct zal de Fanfare van Meerselen zal een meulenlied komen musiceren hier. Dat is geschreven door G. Reinders, de Zingende Stein, een beetje in het Limburgse dialect. En de Fanfare zal dat dadelijk hier ten gehuur brengen. Dat lied is geschreven speciaal voor de Limburgse meulens en we proberen dat lied op heel veel meulens ook te laten musiceren. Hier in de gemeente Venray zal ook dat lied bij de Volmeulen hier in Meerselen gemusiceerd worden. En ook in Oostrom op de Meulen, bij Stoksmeulen in Venray, jullie allemaal wel bekend door Den Drijden in elk geval ook. We proberen dat lied ook in het Limburgse te laten zingen en te laten zingen de Steinen. Ja, die recordpoging is om toch zoveel mogelijk meulens in Nederland te laten draaien. Tussen 11 en 12 uur een 700 meulens in Nederland draaien. Die hebben zich aan moeten melden. Ja, ik zeg al, een wereldrecord met meulens, dat haalde in Nederland wel. Maar ze willen ook proberen om het in het Guinness Book of Records te zetten. Daarvoor sturen wij straks een filmpje op naar het Gilde van Molenaars. Zodat ze ook heel veel filmpjes hebben, zodat ze ook daadwerkelijk bewezen hebben dat er heel veel meulens draaien. De meulen in Meerselen, dan draait nou al, dat kunt u zien. En dan draait tot ongeveer 16:30 als de wind zo gunstig gezind is. Want zonder wind gaan draaien in de wieken. Thank you.
Deze dag wordt in ieder geval het Gilde van de Molenaars geëerd. Dat zou ik maar zeggen, 50 jaar bestaan dit jaar daarvan. En nou, we zien bijzonder verheugd dat wij als Volmolen hier in Merselo ook aan dat evenement kunnen deelnemen of hebben willen deelnemen.